Er is één opvallende naam die ontbreekt, die van Vivianne Miedema. Waarom is zij er niet bij? Vivianne is niet fit genoeg. We hebben eigenlijk met z'n allen al gezien dat in januari, maart en april dat ze steeds blessures had en niet volledig inzetbaar was. Zo was de situatie ook bij de club. Dus hebben we gezamenlijk besloten dat zij echt het nodig had om rust te nemen en op vakantie te gaan. En in september hopelijk weer fit en fris bij kan zijn. Aan de andere kant zien we Tess vanmiddag weer terugkeren na een jaarlange blessureleed. Hoe heb je haar herstel gevolgd? Nou, iets meer op afstand natuurlijk. Er is regelmatig contact geweest, dus we wisten wel steeds hoe ze ervoor stond. Bij Manchester City is ook wel veel in het nieuws. En eigenlijk vanaf maart is ze natuurlijk al fit. En daar zijn we hartstikke blij mee en zij ook. Dus we zijn blij dat ze weer terug is. Wat verwacht je van de komende twee wedstrijden? Nou, we willen natuurlijk weer twee hele goede wedstrijden neerzetten en uiteindelijk winnen. En we hopen daar ook mooi te kunnen winnen, die twee wedstrijden. Maar het is ook een periode, de eindfase van het seizoen voor de meeste spelers. Het schuilt een klein gevaartje om de hoek dat we tegen de twee onderste ploegen spelen. Tegen twee ploegen waar we de eerste wedstrijd relatief gemakkelijk van hebben gewonnen. Maar wat ik wel vaker zeg, voor niks gaat de zon op. Dus we zullen weer heel goed en scherp en fris voor de dag moeten komen om weer zulke goede resultaten neer te zetten. En jullie hebben weer een stadion vol gekregen. Ja, dat blijft natuurlijk zo bijzonder. Was weer snel uitverkocht. Zijn we dadelijk weer in Heerenveen 24.000 mensen. Ja, en wij gaan er weer alles aan doen om een topwedstrijd neer te zetten. En de mensen te vermaken.